Welkom in het Heerenveen Museum. Ik ben Steve Dijkstra. Ik ben al meer dan 33 jaar Heerenveen supporter. En ik heb in al die jaren, afgelopen jaren, heb ik aardig wat materiaal verzameld. En heel veel spelersmateriaal. En ik wil jullie de komende tijd daar min of meer een rondleiding door geven. Zodat jullie allemaal kunnen zien wat een beetje de clubhistorie is van Sportclub Heerenveen. Nou, de jaren 80 kwam ik bij Heerenveen en toen had je het oude Abelense stadion, de Kruisstraat. En als je dan aan de gevel van het Heerenveen stadion kon zien, dan hing daar de naam Abelense stadion. En aan beide kanten hing zo'n bordje. En die twee bordjes die hangen hier nu in het trapschat. Ja, want hoe kom je erbij om een eigen museum te beginnen? Ja, ik heb het wel eens eerder verteld, maar ja. Je begint bij een vaantje, je begint bij een sjaaltje. Maar ja, als je 33 jaar bij de club komt, op een gegeven moment dan heb je zoveel spullen. En eerst heb je er geen ruimte voor, dan ligt het maar ergens. En op een gegeven moment kom je in de mogelijkheid om te zeggen van, hey jongens, ik ga mijn slaapkamer even aanpassen. Even kunstgras erin en ik stal het even allemaal mooi even uit. En op een gegeven moment dan krijg je zoveel spullen dat een slaapkamer ook te klein geworden is. En toen mijn zoontje geboren is, toen sliep hij eerst in de kleine kamer. Maar ja, die jongen wordt ook groter, dus die kan natuurlijk makkelijk in de grote kamer. En toen heb ik besloten om de hele zolder te gaan verbouwen. En ja, dat is een heel mooi plekje geworden voor de clubhistorie van SC Heerenveen. Je hebt je zoontje zelfs vernoemd, hè, naar een speler van Heerenveen? Die is vernoemd naar Jeffrey Telam. Jeffrey was altijd mijn favoriete voetballer. En ik heb altijd gezegd, als ik een zoontje krijg, dan gaat die Jeffrey heten. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Nou, dan gaan we hier verder kijken. Hier kom je heel veel clubhistorie tegen. Allemaal shirtjes. Ik denk wel inmiddels wel rond de 200 shirts. Van spelers, van verschillende sponsors. Keepershirts, spelershirtjes. Ja, van alles en nog wat. Kledingshirts, kledingjassen. Wat niet. Ik denk te veel om alles op te noemen, denk ik. Voetbalschoenen, keeperhandschoenen, Hans Vonk. En Rob van Dijk hebben we nog, Henk Timmer hebben we nog, Kenny Steppen. Ja. Mooie voetbalschoenen van spelers, bijzondere wedstrijden. Zelfde schoenen van Ruud van Nistelrooy. Stadionstoeltjes. Ja, zelfs nog een fiets achterin. Een echte Heerenveen Batavus fiets. Ook een uniek exemplaar en heel veel materiaal om echt trots op te zijn. Je hebt echt heel veel. Je woont hier natuurlijk samen met je vrouw en je zoontje. Ja, ja, ja. Wat vinden zij van je hobby? Ja, ze steunen mij er wel in. Mijn vrouw houdt niet echt van voetbal, maar ja, dat heeft ook weer zijn voordelen natuurlijk. We hebben nooit ruzie weer naar de wedstrijd gehad. Dus, en mijn zoontje vindt voetbal ook hartstikke mooi. Die wil ook graag naar Heerenveen toe. Dus het is... Hartstikke mooi vinden ze dat, dus ik moet ook een bezigheid hebben en ja, voetbal is gewoon mijn passie, mijn beleving. Dat is, voetbal is een groot deel van mijn leven en Heerenveen ook.